Een feestelijke dag is het voor de familie Noppers. Zometeen krijgen ze de sleutel van hun huurwoning in Assen. Een gloednieuwe huurwoning zelfs, gebouwd door de gemeente. Want het zijn vanouds woningbouwverenigingen die sociale huurwoningen bouwen. Daar gaan we. Als ze de ballonnen hebben losgeknipt, mogen Roelof en Esther als eerste naar binnen. Een heel mooi moment. Hebben we echt naar uitgekeken. Woningcorporaties in Assen hebben een wachtlijst van 5000 mensen. 800 daarvan hebben snel een huurwoning nodig. Maar die zijn er niet. Wethouder Smit vindt dat het kabinet woningcorporaties meer geld en ruimte moet geven daar wat aan te kunnen doen. Een derde van de plannen zijn geschrapt, een derde in de ijskast gezet en een derde konden nog worden uitgevoerd. En dat betekent gewoon dat de gemeente in dat gat is gesprongen. Ja, maar denkt u dat u dat gat kunt vullen dan? Nou, niet, absoluut niet op basis van de behoefte die er is. Dat kunnen we niet als gemeente, dat willen we ook niet. Maar we proberen wel de nood een beetje te ledigen. Is dit nu een voorbeeld dat andere gemeenten moeten gaan volgen? Nee, dat laat ik aan andere gemeentes over. Het is een voorbeeld dat de nood echt hoog is en dat de regering om moet houden met allerlei belastingen te heffen van corporaties. Vlakbij staat nog een tweede blok met sociale huurwoningen die binnenkort opgeleverd worden. En Assen is van plan nog 70 woningen te bouwen. De bewoners zijn er blij mee. Nou, mooie kamers, mooi stuk tuin erbij, mooie locatie, scholen en winkels. Op afstand. Eén zit zo in de binnenstad. Is het betaalbaar voor u? Voor mij wel. Want met een huur van 600 tot 700 euro zijn deze huurwoningen wat de Woonbond betreft aan de dure kant.